Tijdens de organisatie van de verkiezingen is er vooral op de dag der stemming veel te doen geweest. Bij enkele stembureaus is er sprake geweest van onregelmatigheden, zoals verkeerde stembiljetten. Het organiseren van de verkiezingen is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als het gaat om die stembiljetten op de verschillende stembureaus, het gaat om specifieke districten. Het ging namelijk om Paramaribo, enkele resorten en Para. Van Para was opgelost omdat er toen weinig kiezers waren die toen hadden gestemd. En dat is toen opgelost. En als het gaat om Paramaribo waren het enkele resorten. Ik moet dit ervan zeggen dat het kan zijn geweest dat bij het verpakken en verzegelen van de stembiljetten misschien daar is gebeurd en verkeerd is aangevoerd. Maar dat moeten we echt ook nog gaan onderzoeken. Maar als het gaat om het verzenden naar de hoofdstembureaus, dat hebben we dan wel gedaan. U moet weten dat we in de afgelopen weken het vouwproces en na het vouwen, de stembiljetten ook, dat proces hebben we gedaan als te zijn verzegelen, verpakken en verzegelen, dat moest. Dit proces is altijd zo geweest en als er menselijke falen was in dat proces, dan moeten we dat ook toegeven, want we hebben zaken verbeterd, de druk was hoog, de mensen waren moe. En voor de overige districten hebben we die fouten niet, die signalen hebben we althans niet gehad. Het waren wel van deze twee districten. Over de informele verslaglegging was het niet gestopt. Het proces was namelijk dat de stembureauleden die door het hoofdstembureau werden geïdentificeerd om ons de ondersteuning te geven om een foto te maken van het processenverbaal, te appen naar ons en als het binnen is, wordt het dan verwerkt. Er was toen een kentering geweest, gistermorgen 11:30, 12:00 tot zeg maar 2:00, 3:00, omdat we geen informatie binnen kregen. We hebben toen geïnterveneerd, we hebben toen de voorzitters van de hoofdstembureaus gevraagd om die foto's, of althans om die apps voor ons te sturen. Dat is toen gebeurd. In die gap van 3 uurtjes hebben we eigenlijk niet veel gehad. Dus vanaf 10:30 tot 14:30 hebben we niet veel gehad. Het waren 10 PV's. En nadat ze binnenkwamen hebben we natuurlijk verwerkt. De instructie was om, als de PV's binnen zijn, we de invoer kunnen doen. Dus dat het gelijk wordt ingetoetst of althans verwerkt in ons programma. We kunnen niet met cijfers werken in de zin van ze moeten geen app sturen met verwerkte cijfers in die apps. Daarmee hebben we niet gewerkt. En als we geen informatie kregen, konden we dan ook niets verwerken in het systeem. Dus we hadden maar 10. Dus het was niet gestopt, het was ook niet uit de lucht. De mediahuizen hebben inloggegevens gehad en de verwerkte informatie die ze dan krijgen in het programma konden ze dan hun eigen analyse maken. Wij tellen niet, wij waren wel afhankelijk van de informatiestroom die wij kregen van het stembureaupersoneel en nu wachten we dan wel op de hoofdstembureaus. Nogmaals voor de verduidelijking, de foto's van de apps vinden wij belangrijk. Die worden dan verwerkt in het systeem. Maar dus geconcludeerd dat er een stagnatie was in het proces? Een stagnatie, een vertraging. Geen stagnatie, het was een vertraging. En hoe verloopt het nu? We hebben gemerkt dat er intussen weer wat PV's zijn of cijfers zijn verwerkt. Ja, de medewerking van de hoofdstembureaus hebben we gehad en vanmorgen zijn die verstuurd en dan zijn ze nu bezig te verwerken in onze control room. En ook in het bijzijn, ik moet ook erbij vermelden dat ook er een OAS-waarnemer binnen is om het heel proces te observeren. Zodra we de PV's krijgen, we hebben nu 60 stembureaus waarvan we de PV's nog moeten krijgen. Van 60 stembureaus en van Paramaribo. De meeste zijn al binnen. We hebben Coroni
Para al binnen, Saramaka is binnen. De updates wordt om het half uur gegeven. Dus hopelijk moet het vandaag wel af zijn.